Mijn naam is Ivan Barbosa. Samen met Roelof-Jan Minnebo ben ik gastcurator geweest voor het ei-filmprogramma Blacklight. Hiervoor zijn we een doorlopend onderzoeksproject gestart waar we dieper ingaan op het thema de verbeelding van de zwarte identiteit in Nederlandse cinema. In deze serie gaan we in gesprek met drie acteurs die alle een belangrijke generatie uit de Nederlandse zwarte filmgeschiedenis vertegenwoordigen. Hoe hebben zij de verbeelding van zwarte identiteit in de Nederlandse cinema ervaren en wat zijn hun persoonlijke gedachten hierover? Kenneth Herdegijn werd geboren in 1959. Hij speelde in toneelgroep Amsterdam. Hij speelde hoofdrollen in Nederlandse films. En we gaan ook met hem een aantal fragmenten bekijken. Is er een rol waarvan je denkt, dat vond ik echt, hier heb ik echt iets bijzonders gedaan en dit is... Nou, een filmrol niet zozeer. Maar als je een filmrol zou moeten uitzoeken? Dan zou ik de Johnsons kiezen. En daaraan wordt achteraf een verklaring gehecht. De mythe. In dat licht bezien moeten we ons natuurlijk allereerst afvragen wat hun betekenis is. De vraag of ze nou wel of niet echt gebeurd zijn is van ondergeschikt belang. Irrelevant. Doe maar. Oedipus, die vermoordt zijn vader en gaat met zijn moeder naar bed. Daar wordt toch geen ritueel in weerspiegeld? Oh nee? Waarom steekt hij dan bijvoorbeeld daarna zijn eigen oog uit? En ik weet nog dat ik, om warm te lopen, ging ik naar Universiteit van Amsterdam, ging ik colleges volgen, archeologie, van verschillende professors. Oh, echt waar? Ja. Goed, man. Kijken hoe ze het deden. En wat ik wel interessant vind aan die rol is dat het, ik heb niet het gevoel dat je daar bent gecast om je taal... Om de kleur. Taal niet. Snap je? Taal niet. En dat vind ik wel... Snap je? Dat was eigenlijk een soort verademing, dat jij dus die rollen speelde. Dat was een missie van mij. Niks te maken hadden met jouw achtergrond of kleur. In die tijd en daarvoor... Ja. En ook daarna was het een missie van mij. Ik zei wel tegen de casting director Hans Kemna, als hij me vroeg om een junk te komen spelen. Toen kwam ik net van de toneelschool bijvoorbeeld. Hè. Dan moest ik een junk spelen in een film of een dief of zo. En dan zei ik, ga het zelf doen. Ga het zelf doen, vraag een andere zwarte. Vraag mij niet, want dat doe ik niet. Ik had een super grote bek. De grote bek waarvan ik vind dat de jeugd die moet hebben. De jeugd moet een grote bek hebben. Maar ik was zelfs wel arrogant, denk ik. Omdat ik wist dat ik een van de weinigen was met een kleurtje. En daarom kon ik zeggen, ga het zelf doen. Al die flut stereotype rollen. En daarom, als je mijn cv nu nakijkt, dan speel ik rechters, architecten... Archeologen, hoofdofficieren van de. Snap je? Maar dat is toen geboren. Omdat ik toen de moed had om op die zwarte lijst te komen. En te zeggen, ga die junk zelf maar spelen. Of die drugsdealer. Ga hem zelf maar spelen. Want waarom moet ik een drugsdealer komen spelen omdat ik een kleurtje heb? We hebben het over film, maar Rick Hollinga en de dingen die je met Wim T. Schippers hebt gedaan. Daar speelde je geen zwarte man. Daar speelde je... Nou, Wim Schippers noem je iemand. Dat is een van de weinige witte mannen. Met talent en aanzien en macht om iets voor elkaar te krijgen. Een van de weinigen die geen last heeft van dat poependenken waar ik het net over had. Hij denkt niet zo van, ja, maar jij bent wit en ik ben zwart. En in de filmwereld zijn geen Wim T. Schippers te vinden? Weinig. Denk weinig. Je? Ja? Weinig. Omdat, en het zijn overwegend vrienden. En die zeggen steeds dat ze het snappen, maar ze snappen het niet. Hoe komt dat? Omdat ze moeten inleveren. Als ze het snappen, dan moet ik inleveren. Inleveren van wat ik heb. Namelijk die kijk heb ik. Die manier van kijken en zo. En dat baat ik me in. Zo, en als ik het verander, dan moet ik inleveren. En dan moet ik jou iets geven. En dan raak ik iets kwijt. Magische peper. U heeft van mijn vader een busje magische peper gekocht. Aha. Meisje, zit. Er is een kwade geest in dat kind ter hoofd. Ik ben naar deze man hier gegaan die zichzelf een Sbonuma noemt. Hij heeft me medicijn gegeven en die geest zou verdwijnen. 175 gulden. Huh? Basila wa jedeno. Wat voel jij?
Als je deze scène ziet, wat voelde jij nu je terugkijkend? Het komt weer op dat witte mannen door witte mannen gemaakt. Kan niet anders. Ik zou zeggen vrouwen zo te kakken zetten. Zo clichématig te kakken zetten. Dat ik heb gevochten om mijn rol te spelen zoals ik mijn rol speel. Heb ik moeten vechten. Eén keer stonden we op een major set in de Bijlmer. Dat is waar de elektriciteitscentrale is gebouwd nu. Maar dat was toen een bouwput. Een bouwput. En in die bouwput filmden wij. En al die flats, die werden uitgelicht en zo. En het was behoorlijk koud. Ik moest neergeschoten worden. Ik was een held. Ik red de wereld van de Johnsons. Maar ik moest neergeschoten worden. Als ik wit was, hoefde ik niet neergeschoten te worden. Dat is mijn gevoel. Ja. Is er een rol geweest in je leven waarbij je wel een zwarte man speelde en je ook daar heel bewust van was en ook met een doel? Ik weet dan niet welk doel. Zeker. Nou, ik heb Nelson Mandela gespeeld en ik heb nooit meer complimenten gekregen van het publiek. En tranen van voldoening. Mensen die met je praten, je hand vasthouden, je bedanken. Dat ze Nelson Mandela eindelijk in levende lijven hebben gezien. En daar voelde ik me heel zwart, hoor. Ja. In die rol voelde ik me heel zwart. Kun je uitleggen wat het is dan? Ja. Aan zich voel ik me gewoon mens. Ik voel me gewoon mens. Ik voel me geen zwart mens. Maar ik word geconfronteerd met dingen waardoor ik herinnerd word. Oh ja, maar je hebt een kleurtje. Dus daar hoor jij bij en niet bij de rest. Je wordt vaak geconfronteerd, ja. Ik ook, met de kleur, maar ik zit helemaal niet... Ja, en als je mensen als Wim Schippers hebt, die denkers als Wim Schippers, die zetten je gewoon in een gezin met de hoogblonde Dickie van der Toren, is mijn broertje. Wim Schippers zelf is mijn grotere broer. En die blonde mevrouw die nu overleden is, Truus Dekker, is mijn moeder. In dit mooie, grote oude huis woont de weduwe Nel van der Hoed-Smulders met haar drie volwassen zonen. Waarom? 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 Waarom wonen die jonge mannen nog steeds bij hun moeder? Waarom zijn ze niet uitgevlogen? Is er nog een rol die je graag zou willen spelen in een Nederlandse film? Het liefst een verhaal dat bijdraagt dat gekleurde mensen, zwarte mensen, trots halen uit... dat zij ook voorbeelden hebben. Ik heb altijd gedacht, als ik een dokter speel, zoals in Zeg eens A, dan hoop ik dat een jongetje in de Bijlmer denkt van, hey, dat is Kenneth Herrige en dat kan ik ook. Ja. En als hij een dokter kan zijn, dan kan ik ook een dokter zijn. Ja. Als hij een advocaat kan zijn, dan kan ik ook een advocaat zijn. Zo heb ik gedacht. Ja. En als het positieve maar één jongetje is, ja. Het is een cliché, maar als het maar één jongetje is, dan is het al geslaagd.